Beste Anne Frank, wat moet het verschrikkelijk geweest zijn om zo lang in het achterhuis te moeten verblijven. Zelf vind ik het al vervelend als ik 2 dagen niet buiten kon zijn. Het moet ook verschrikkelijk geweest zijn om bijvoorbeeld je verjaardag te vieren in het huis van een ander. Je hebt ook in veel onzekerheid geleefd en je bent bang geweest voor het leger van Hitler. Het is voor mij ook best graag om een brief aan een overleden iemand als jij te schrijven. Ik heb geprobeerd mezelf in te denken hoe ik het zou vinden als er oorlog zou zijn. Dit lukt me niet, hoe hard ik het ook probeer. Ik denk dat ik me heel slecht zou voelen. Ik wil graag zo vaak mogelijk naar buiten. Als er oorlog en mijn tijd zou zijn tussen 2 grote landen, als bijvoorbeeld Rusland en Amerika, dan zitten we precies in de vuurlinie. Waarschijnlijk zouden ze elkaar dan met kernwapens bestoken en zou alsnog de rest van de wereld meenemen in een oorlog. Als er dan andere landen zoals Noord-Korea mee gaan vechten, dan is het helemaal een ramp. Noord-Korea, dat is eigenlijk nu al een bedreiging. Als dit gebeurt, dan zijn waarschijnlijk de enige levende wezens kakkelakken en ongedierte na de aanvallen. Gelukkig is er meer ervaring met wapens tegenhouden om burgerslachtoffers te voorkomen dan dat er vroeger was. Het is wel wreed, maar doordat de Tweede Wereldoorlog is geweest, kunnen we ons nu door de vele slachtoffers die zijn gevallen beter verdedigen tegen de aanvallen van anderen. Ook heb ik me ingedacht hoe het zou zijn als je nog zou leven. Ik denk dat je dagboek dan nog bekender was en dat er na de oorlog veel interviews met je zouden worden afgenomen. Zelf heb ik ook een deel van het dagboek doorgelezen. Ik vond het interessant en ik vond het leerzaam. Alleen, ik vond het middenstuk wel een beetje langdradig, want toen was het best wel vaak hetzelfde wat er gebeurde. Ik wil ook nog zeggen dat ik eerst dacht dat er dag en nacht achter elke boom een Duitser zou staan. Dit was niet zo volgens het dagboek, dat heb ik er dus ook van geleerd. Ik hoop dat de mensen dit boek altijd zullen blijven lezen. Het is denk ik goed dat de komende generaties ook weten wat de verschrikkelijke dingen er gebeurd zijn, zodat zij in een vrij land kunnen wonen. En verder wilde ik nog zeggen, het is je gelukt om een beroemde schrijfster te worden. En rust zacht, Anne.